Welkom bij de Boerenbusiness Marktflits. Het zal u niet ontgaan zijn, maar de melkmarkt bevindt zich in zeer zwaar weer. De prijzen dalen, de prijs zit in het rood, we hebben te maken met een overaanbodsituatie en we hebben te maken met een vrije markt. Nou, die vrije markt, het einde van het melkquotum biedt grote kansen, maar je ziet nu vooral eerst, wat we ook een beetje verwacht hadden, dat de markt het zwaar heeft. En juist nu heeft de melkveehouderij geen instrument om op terug te vallen. Dat is ook Eurocommissaris Phil Hogan niet ontgaan. Hij praat op dit moment met het Europese parlement daarover. En hij kijkt onder meer naar instrumenten om prijsrisico te managen. Hij gaat daarover praten met de Europese Bank. Het is wel een heel nieuw begrip voor melkveehouders. Prijsrisico en melkveehouderij, dat was totaal vreemd van elkaar. Maar dat zijn wel de dingen waar we in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Hoeveel extra melk ziet hij dan voor dit jaar? 1%. Nou, denkt u ook 2015 Europa 1%? Dat is toch een behoorlijke extra aanbod op de wereldmarkt. Voor nu zien we in Nederland nog veel meer procenten erbij komen.